Plunderaars hebben twee dagen na de orkaan Irma diverse hotels op Sint Maarten belaagd. Waaronder Simpson B Resorts. Dat meldt de krant der Daily Herald. Eerder waren er ook al meldingen van hotels waar gewapende plunderaars proberen binnen te dringen. De meeste winkels waren al leeg geplunderd. Inwoners en hoteleigenaren klagen dat er te weinig goede handhavers zijn. Er zijn 200 mariniers om de lokale politie te helpen. Vrijdagochtend drongen plunderaars Simpson B Resorts in Pelikant binnen en beroofden gasten en hotelpersoneel van sieraden en geld. Zegt de krant. Toen politie en andere veiligheidsmensen binnenkwamen, konden ze de plunderaars verjagen. Vijf plunderaars werden gearresteerd. Meer controle commandant der zeemacht in het Caribisch gebied. Generaal-major Peter Jan Devin is de bevelhebber van de 200 mariniers op het eiland. Hij zei in Nielsen dat er twee keer per dag crisisoverleg is met de lokale autoriteiten. Hij noemt de samenwerking met de lokale politie uitstekend. De Vin heeft ook van zijn mensen gehoord dat de situatie met name vannacht erg grimmig was. Volgens hem komt de openbare orde steeds meer onder controle. Er is vandaag extra politie gevlogen uit onder meer Curaçao en Naruba. Al met al zo'n 100 agenten. Morgen komen er ook nog eens 100 extra mariniers bij. Meer ordehandhavers de handhavers. Toch zijn veel bewoners er nog niet gerust op. De plunderaars zijn volgens getuigen bewapend met machetes en vuurwapens. De autoriteiten op Sint Maarten roepen iedereen op binnen te blijven zodat Ordenhandhavers hun werk kunnen doen. Defensie wil snel personeel en hulpgoederen van Nederland en vanaf Curaçao naar Sint Maarten overvliegen. Morgen vertrekt het eerste grote militaire vliegtuig met 20 militairen. Sint Maarten heeft vanwege de plunderingen om versterking gevraagd van Curaçao. Vliegtuigen kunnen nu landen op Sint Maarten, maar de luchthaven gaat weer dicht als de nieuwe Orcañozee aan land komt.